بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإخلاص إلى يوم الدين. أما بعد، ik heet Fatih, Fatih Karabuch of Strix en onze naam is Mohammed Fatih. Ik heb een prachtige deel voorrecht en onze lucht zit even daarvoor. Op verzoek van onze emir en onze ustaad Mustafa, hij is van hetzelfde, zal ik vandaag inshallah even kort stilstaan en wat gaan vertellen over de ontwikkeling van de Dawati van het centrum Middenweg. En hierbij zal ik stilstaan bij hoe en met wie wij de Dawati zijn begonnen en met de straatdawa zijn begonnen. Vervolgens zal ik even vertellen over welke doelen wij voor ogen hadden en welke we hebben bereikt. En vervolgens zal ik even stilstaan bij hetgeen wat wij nu doen en hoe we dat doen. En tot slot zal ik even kort stilstaan bij de nazorg en hoe we dat momenteel aanpakken. En vervolgens zal ik verder uitleggen voor inshallah door volgende sprekers inshallah. En hoe zijn we begonnen? Zoals de meeste van u al waarschijnlijk weten, is Oestaad Mustafa al tientallen jaren bezig met het vechten van straat, met het vechten van dawa. Het zij digitaal, op de straat, op school, op werk, later ook. Mashallah, hij is echt al jaren bezig, bevallen daarvoor bloemen. Want het is een daad die vergeten is. Het wordt wel onbewust verricht, maar men staat er vaak bij stil. En hij is er al echt heel erg lang bezig. En alhamdulillah heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons, de huidige gemaakt Dawati, met hen in contact gebracht. Want hij is een hele grote inspiratie voor geweest voor ons en voor het verrichten van de dawa op straat. Of zal het oproepen naar Allah subhanahu wa ta'ala naar het paradijs. Het was ongeveer 2,5 jaar geleden volgens mij. 2,5 jaar geleden als, subhanallah. Broeder Shakil was al een tijdje aanwezig in de centrum Middenweg. Vervolgens kwam ik er zelf bij. Dankzij een vriend van mij die momenteel is overleden, mogen we dan genadig zijn. En uiteindelijk kwam broeder Ali ook bij, dankzij Shakil. Die had een beetje motivatie gegeven en we waren al drie. Na een lange tijd al in het centrum Middenweg aanwezig te zijn en deelgenomen met verschillende activiteiten, begonnen we ons hier thuis te voelen en hadden een regelmatig gesprek met Mustafa. En hij vertelde heel vaak van iedere keer dat we hier waren over het belang van dawa, over het verrichten van dawa en hoe belangrijk het, het is voor moslims zijn zeg maar, om dawa te verrichten. Want uiteindelijk is dat hetgeen wat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam heeft gedaan gedurende zijn gehele profeetschap. Wat heeft hij gedaan? Amr bil ma'roof wa nahy anil munkar. Hij heeft opgeroepen tot het goede en hij heeft het verwerpelijk verboden. Alhamdulillah. En aangezien hij sallallahu alaihi wa sallam overleden is, dienen wij als moslim zijnde deze opdracht op ons te nemen, want buiten ons zal niemand het gaan doen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, a'udhu billahi min shaitanir rajim. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سبحان الله. الله زاد لا تأتي جلدي يعني تسخن جلد بيس. الله سبحانه زاد لا تأتي جلدي een groep mensen opstaan die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maand en het verwerpelijk verbiedt. En Allah zegt, en dat zijn degenen die zullen slagen. Subhanallah. Het is een hele korte ayah met zoveel betekenis, hier kan je uren over praten en dan praat je nog steeds genoeg. Het feit dat Allah subhanahu dit zegt en de motiverende gesprekken die we met onze ustaad hebben gehad, hebben een groot interesse in ons opgewekt. In Shakil, mashallah, in Ali en in mij. En alhamdulillah, na aanleiding van deze interesse, hebben wij zelf besloten om zelf dawa-video's te gaan op te zoeken zeg maar, op internet, op YouTube. Kijken hoe zeg maar, men zeg maar, de huidige daar is als de dua-dawa zeg maar, verrichten met christenen, met joden,
of Buddhist, Hindus, etc. om kennis op te doen, zodat wij die kunnen gebruiken bij het vechten van Dawa op de straat, of thuis, of werk, of waar dan ook. En alhamdulillah, uiteindelijk besloten wij jullie even een keer de straat op te gaan, en waar ik vandaag ben volgens mij. MashaAllah, bijna nooit Dawa gedaan. Dat is echt de eerste keer dat we echt samen de straat wat wij gaan doen. En we hebben echt heel veel gesprek gehad, MashaAllah. En je voelde gewoon je iman echt toenemen. Je voelde gewoon echt letterlijk iets, ja, zeg maar een bepaalde zoetheid die je met geen enkel ander dansje hebt gevoeld. En nadat we die daar hadden verlicht, waren we zo erg enthousiast. En hebben we besloten om deze daad inshallah te gaan doen tot onze dood. Want daar is niet alleen voor één dag per week of paardjes per week of één keer per maand wat dan ook. Daar wil je niet leven. Of je doet het of je doet het niet. Want je kan het ook doen met je gedrag. Je kan het ook verschillende manieren. Je hoeft niet per se de straat op te gaan en mensen aanspreken wat dan ook. Nee. Als jij goed gedrag vertoont als moslim zijnde, zullen niet-moslim daardoor geïnspireerd raken. Inshallah. Als Allah subhanahu wa ta'ala dat wenst. En zullen zij ook gelijk worden, inshallah. Dus probeer altijd je best te doen. Niet enkel met praat van met mensen over de islam, maar probeer vooral ook jouw gedrag een rol te laten spelen in het vechten van Dawa. Want vandaag de dag is het zo dat heel veel mensen heel veel kennis bezitten over de islam, maar jammer genoeg is de akhlaat niet echt op niveau. Waardoor mensen een afkeer vertonen tegenover de islam, wegens de daden van ons. En mag alles van ons gedrag laten behoren. En tot de gedragingen zeg maar, die op te merken waren bij de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Uiteindelijk hadden we de dag daar was gedaan. En niet lang na de dag hebben we een keer gesproken met, en vaak gesproken met Mustafa. Mogen Allah hem echt behouden. En daarbij voelde eigenlijk het feit voor dat wij een daarwasgroep hebben opgezet. Waarmee we een aantal doelen hadden vastgesteld. En één daarvan was om kennis te vergaren voor het verrichten van Dawa. En hierbij heeft onze bestel, alhamdulillah, degelijks Dawa-lessen verzocht aan ons, zodat wij toch met een redelijke bagage naar de straat op kunnen gaan om met de mensen te gaan praten. En daarnaast hadden wij besloten om wekelijks op de zondag samen met ons groepje in de straat op te gaan. We begonnen met 4 man. Maar alhamdulillah, nu hebben we echt, mashallah, de groep zijn groter geworden. Mensen zijn onze Dawa-team zijn gaan joinen. Ook de zusterkant speelt echt een grote rol bij het van Dawa, mashallah, binnen de mosquée. Je ziet ze misschien niet vaak op straat met de Dawa-groep, maar in de mosquée vindt het echt, mashallah, heel veel werk. En hij heeft ook heel veel shahadas op de naam staan, mashallah. Dawa is gekregen. Besloten dat we iedere week straatdans hebben gaan vechten en hebben ook gezegd, alhamdulillah. Dat waren de doelen die we verhoogd hadden op dat moment. Er kwam ook een moment waarbij we een keer samen zaten. En toen zei een van de broers van, wat wil jij gaan doen, wat wil je intentie, wat wil je gaan gebruiken. En de ene zei van, ja weet je wat, moet deze dag wachten, wat je dan gaan tillen. Heel Nederland moet ervan gaan horen, we moeten heel Nederland naar Jannah uitnodigen. En dan zei nee, we gaan ook nog hoger gaan, mashallah. En dat is heel fijn, inshallah. Alhamdulillah dat die ambities er zijn. En alhamdulillah, het gaat echt goed. Alles maar we zetten er te veel in, inshallah. En we zien het ook aan de vruchten die het afwerkt. Namelijk, we doen al 2 jaar daar, inshallah. En we hebben misschien al 200 shahadas mogen afnemen in de middenweg. En de kerk, broers en zusters, mogen we begeleiden. Ja, dat was een doorslaggevend moment. Die dag dat wij samen daar deden en vervolgens een daadwerkelijk hadden opgezet. En dat waren onze doelen. Ik spijt me voor. Ja, hebben we goed opgezet. Wilden we het gewoon naar een hoger niveau gaan optillen. En waar we nu vooral ook mee bezig zijn, is het gebruik maken van sociale media in het voordeel van de daadwerk. En hierbij kun je vooral denken aan het nemen van Dawa-video's en het posten van berichten op Facebook die aanzetten tot overpeinzen. Nu is het vooral vaak zo dat wij als moslim zijn en niet moslim zijn vaak dingen lezen
soms erbij stilstaan wat wij lezen. We openen onze hart niet om datgene wat wij lezen de kans te geven om ons hart te raken. Ik weet niet waardoor het komt, maar nog alles wat aan onze hart te openen, zodat wij hetgeen wat wij lezen kunnen overpeinzen en kunnen begrijpen. Want als jij het begrijpt, dan kan je er veel verder mee komen in de sjaal. Dit was echt kort het verhaal. Wat betreft het nazorg, dan zijn de gunst van Allah staat er mee binnen 2 jaar ruim 200 sjaals nog afleggen, zoals ik het al deed gezegd. Maar het verhaal van daar is het echt het moeilijkste. Het begint pas bij de nazorg. Als de persoon, dus de betreffende persoon, broeder, zuster, de sjaal heeft afgelegd, dan begint de begeleiding. En dat is waar het eens moeilijk wordt. Het is belangrijk dat de bekeerden worden opgevangen en dat zij worden begeleid, zodat zij niet terugvervallen in hun oude gewoontes. Alhamdulillah, sinds wij begonnen zijn met de mensen van straat, zijn we al lange tijd bezig geweest met het begeleiden van de bekeerden. Alhamdulillah. Alleen zat er geen echte structuur in, maar sinds kort zijn wij alhamdulillah bezig als centrumleg en zich maar een nazorg opgezet, waarbij er een zustergroep en een broedergroep is. Die een groot aandeel leveren aan het begeleiden van de nieuwe bekering. Hierbij wordt de bekering gewerkt aan een van de broeders of zusters. Dat is volgens met hem of haar de basis van de islam doorneemt. Onder andere de erkaan, oftewel de zuilen van de islam. En de pilaar van de imam. Dit was het eigenlijk een beetje. Ik zou het graag willen afsluiten met het volgende. Beste broers en zusters, weet dat de overwinning is aan de islam. Deze grondzijde eigenlijk van Allah subhanahu wa ta'ala. Niets of niemand anders en geen enkele religie zal de overwinning behalen, zal zich geen behalve de islam. Want dat is de ware religie. En de vraag is, heb jij, mijn geliefde broeder en zuster, een bijdrage geleverd aan deze overwinning? Die vraag moet je zelf gaan stellen. Want Allah heeft die overwinning van Israël. Die gaan zijn eigenlijk tegen Allah subhanahu wa ta'ala, van de allerhoogste. Maar de vraag is, heb jij daar een bijdrage aan gegeven? Wat heb jij gedaan in jouw leven? In jouw 80 jaar, in jouw 60 jaar, in jouw 50 jaar geleden, wat heb jij gedaan om daar een bijdrage aan te leveren? Als jij niks hebt gedaan, is het een verlies voor jezelf. Maar als je er wat aan hebt gedaan, zal je zelf behoren tot de slagen. En als je echt behoren tot de slagen, tot geen slagen, dan leg ik jullie echt aan, dat is echt een advies naar mezelf en vooral naar jullie allemaal. Verricht dawa, spoor aan tot het goede en verbied het verwerpelijk. Nodig mensen uit naar het paradijs. En ik wil afsluiten met hetgeen wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. De vers die zo recht is opgenoemd. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Laat er met jullie een groep mensen opstaan die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maakt en het verwerpelijk verbiedt. En dat zijn degenen die zullen slagen. Walhamdulillahi rabbil alamin.